Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brabant Business, het programma over zaken en zaken doen bij jou uit de regio. Ja, we brengen dit programma vanuit Strijbeek, het restaurant Ons Behagen. En vandaag hebben we het over marketingcommunicatie, maar dan met een tandje erbij. Stijling voor een huis dat nog verkocht moet worden. En de Genneper Parken die zijn in de race voor de beker van Watermanager 2011. Ja, we nemen ook een kijkje in de industrie van de metaalrecycling. Ook daar gebeurt heel wat. We gaan verder op mobiel surveillance. Pad in de driehoek Den Bosch, Eindhoven, Tilburg. En we gaan natuurlijk weer een kijkje nemen in de keuken. Onze eigen chef-kok Henry Brouwers van Ons Behagen. Geassisteerd door Kira vandaag van ROC Eindhoven. Ja, een heel stukje wat, weg. Wat gaan wij vandaag beleven? Lamsvlees. Want koken is beleven, hè, Henry? Beleven en emotie. Beleven en emotie. Dat is een belangrijk ingrediënt voor En dan begin jij met emotie en dan heb je het over lamsvlees. Ja, klopt. Ik krijg daar een blije emotie van. Niet omdat het een jonge diertje is, maar het is gewoon een supermooi product. In de lente, ik kan er niet vaak genoeg over praten, gewoon, zijn gewoon mooie producten. Recht uit de wei, lekker, mals, goed. Verse asperges bij groene, die gaan we niet koken, maar bakken. Om de smaak goed vasthouden. En een aardappelgarnituurtje is op zich wel leuk, er zitten drie bereidingen in één aardappelgarnituur. Dus je krijgt een gekookt aardappeltje met een puree en dat is ook nog een keer gebakken. Dus proberen we net even iets anders te maken dan doorsnee. En een lekker saus van dragon. Zo'n groene asperge, is het nou echt een ander ras dan de blanke asperge? Ja, is een ander ras. Het belangrijkste waarom die groen was, is dat hij wel het zonlicht heeft gezien. Dus die is door het dijkje heen gegroeid als het ware. En het is ook een andere soort. Maar als je een witte asperge door zou laten schieten, wordt hij ook vanzelf groen. Ja, ze paars werden altijd zo. De kopjes wel, maar op een gegeven moment worden ze groen. Want je zult ook zien, deze asperges hebben ook een paarse tint op zich. Ja. Dus, het ligt ook een beetje aan het ras hoe paars ze worden. En Kira gaat mij op met het aardappelgarnituur. Ja. Dat wordt een hele klus, van één aardappel drie dingen maken. Hè? Ja, ik ben nu de aardappelschillen ben ik in brunoise aan het snijden. Die doen we bakken met de crème fraîche en geitenkaas en die doen we daarna vullen in het aardappeltje. Het klinkt zo simpel. Het is ook simpel. Maar we hebben een uitgebreide uitleg gewoon op de site staan. Hè? Ja, zeker. En zoals we doen gebruikelijk in de samenwerking met de Kamer van Koophandel presenteren wij ook weer hier een fantastisch nieuwe ondernemer. In deze tijd is het niet vaak makkelijk je huis te verkopen. En heel veel mensen zitten nog met een tweede huis te kijken. Maar mocht dat nou niet gaan lukken, moet je even goed opletten. Want je kunt de hulp inschakelen van Full House Meubelverhuur. Welkom Chantal van den Hogen. Dank je. Wat gaat er nou mis als een huis langdurig te koop staat? Nou, het grootste wat er mis kan gaan is als het leeg staat. En dan ook nog langdurig in de verkoop staat. Op het moment dat een woning leeg staat, is het voor een kijker heel erg moeilijk om er doorheen te kijken. Om een inschatting te kunnen maken van wat past er nu allemaal in de woning? Hoe komt die woning er nu uit te zien als ik hem ga meubileren? Ja. En dat is heel erg moeilijk voor de mensen. En je ziet ook alles in een leeg huis. Ja, ja. Elk barsje, elk... Ja, op het moment dat je in een leegstaande woning staat, valt er eigenlijk nergens naar te kijken. Behalve naar al die kleine dingetjes die net niet meer helemaal in orde zijn. He, een loshangend schakelaartje, een plintje wat niet meer helemaal goed is, een vensterbankje waar nog wat verf af is. Noem maar op. En dat is dan eigenlijk het enige waar mensen naar kunnen kijken. En dan komt de hulp. En dan komt de hulp. En dan komt Chantal binnen. Chantal die gaat vertellen wat ze gaat doen. Wat ga jij doen in zijn huis? Nou, op het moment dat dat er een woning leeg staat die wij gaan meubileren, dan gaan we uiteraard de meubelen en de accessoires aanpassen aan de woning en aan de doelgroep. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En wij komen dan om de woning geheel te meubileren. Want het is eigenlijk meer dan meubelverhuur. We zetten er een eethoek in, een bankstel, slaapkamers. Elk vertrek wordt ingericht. Maar daarnaast komen er ook alle accessoires bij. De schilderijen, vloerkleed, vloerlamp, het schilderijtje, kandelaar. Je maakt echt een huis om te wonen. Ja, op het moment dat je dan... De stijl is eigentijds modern. Dus dat is een stijl die 19 van de 20 kijkers aanspreekt. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar inmiddels gaat het ook veel verder dan alleen de styling. Want jullie hebben nu ook...
wanden, plafonds, vloeren die jullie er ook nog bij pakken? Klopt. En dan heb je het vooral over de modelwoningen. Tegenwoordig is er heel erg veel vraag naar het inrichten van modelwoningen. Ook voor dat segment geldt dat het heel erg moeilijk is om die woningen te verkopen vanaf een plattegrondje. Want dat is eigenlijk het enige wat je dan hebt als je de appartementen en woningen gaat verkopen. En ondertussen voor projectontwikkelaars, woningbouwvereniging, want ook de verhuur is momenteel gewoon heel erg lastig. Dus al de aannemers, al dat soort bedrijven, die hebben momenteel ook moeite om hun modelwoningen te verkopen. Of tenminste om hun woningen te verkopen. En dan laten ze er een modelwoning van maken. Ja, dat scheelt heel erg veel. Dan krijgen mensen echt een inzicht hoe zo'n woning eruit komt te zien. Dan ben je nu ongeveer een klein jaartje bezig. Heb je zo'n 100 woningen al gedaan. Kun je iets zeggen van de resultaten? Ja, we hebben, momenteel zitten wij met ongeveer 90 dagen dat een woning die door ons gemeubileerd is in de verkoop staat nog. Dus dat, dat is echt heel erg kort. Nou. Ja. Dus je kunt beter meteen beginnen met het goed in te richten dan... Eigenlijk is dat sowieso het beste. Dat is sowieso... Wat me wel opviel, want even hadden duidelijk, jij richt het huis echt helemaal compleet helemaal, in. Want ik zag onlangs, zeg ik ergens, dat het met kartonnen dozen en kartonnen meubeltjes gedaan werd. Maar dat is niet wat jij doet. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben echt kwalitatief hoogwaardige meubelen die ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Dus dat, wij gebruiken absoluut geen kartonnen dozen. Okay. Dus bij ons allemaal echt wat mensen ook echt thuis zouden kunnen hebben staan. Inmiddels ben jij ook al bekend in heel Nederland, want je hebt meegewerkt aan het programma Uitstel van Executie van Martijn Krabbe. Ja, en daar was je ook een stylist die daar het huis Daar hebben we de woningen echt gemeubileerd. Ja, dat klopt. Was die ook verkocht of was het alleen maar tv? Ja. Nee, die woningen zijn ook daadwerkelijk allemaal verkocht. Okay. Heel veel succes. Ja, mooi bedrijf. Wil je meer informatie over dit onderwerp of over al die andere onderwerpen in Brabant Business? Kijk op onze website brabantbusiness.nl. Ja, een thuiswedstrijd zou je zeggen voor de dames van de Genneper Parken. Maar als een vis in het water in hun eigen badje? Je ziet het nu in de competitie van watermanagement. Ja, je moet wel erg veel vertrouwen hebben in je eigen kunnen als je zelfs een mascotte mee weet te nemen. Maar dat is het team van de Genneper Parken. En jij bent? Ik ben Ilona Baks. Doe de arrangementverkoop hier binnen Genneper Parken. Veel, hè, Genneper Parken. Dat is heel wat te doen hier. Ja, we hebben in totaal 12 accommodaties. En dat gaat van een zwembad tot een ijsbaan. Je kan bij ons mitje golven. Je kan heerlijk de natuur in. Dus echt voor ieder wat wils. En het mooiste zwembad binnen handbereik natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Het is fantastisch. En de wedstrijden die hier gehouden worden. Dus ja, gewoon internationaal niveau. Ja, dat is echt fantastisch. Ik ga even naar jouw collega. Jouw collega is? Anja Schenkels. Ik doe de online marketing communicatie binnen Genneper Parken. Hoe gaat het met Genneper Parken? Hartstikke goed natuurlijk. Veel belangstelling komen ook. Is dat alleen naar mensen die uit Eindhoven komen of komen ze ook uit de hele regio? Het is eigenlijk de hele regio en ook zelfs soms uit België of uit Duitsland en Limburg. Ja, uit allerlei... Welke attractie vind jij nou het leukste van Genneper Parken? Ik vind het zwembad toch wel het leukste. Ja. Dus we gaan vandaag ook een speciale actie zien van jou? Jij kent al die hindernissen natuurlijk hier, hè? Dus er mag geen... Helaas, nee. Ik ken de hindernisbaan nog niet, maar ik heb hier wel eens gezwommen, dus dat is natuurlijk wel een klein beetje een voordeel. Dames, gaan jullie winnen? Ja, absoluut. Nou, heel veel succes. We nemen het parcours even met je door. Je zwemt naar de overkant, daarna terug over de matten tussen de ballen door. Wederom het water in, over de obstakels heen. Even de tijd om uit te rusten, want je teamgenoot trekt je op de band terug naar de overkant en je wisselt. De tweede persoon mag. Hij trekt zichzelf in de rode band naar de overkant. Hij trotseert de obstakels, zwemt terug naar de overkant, om vervolgens zigzaggend over de matten naar de overkant te kruipen. Zwem voor je leven en stop de tijd met de bel. Simpel toch? 3, 2, 1, go! Nou, de duik ging goed. En ze is er. Klim omhoog. En het klimmen, dat valt echt tegen. Keurig. Toch worden mensen bang van de ballen en dan gaan ze kruipen. Oeh, ze valt eraf! Oeh, gaat het? Voorzichtig. Bink blijft keurig aan de overkant klappen en aanmoedigen. Je zit nog lekker relaxed te koekeloeren? Ja, nog wel. Maar ja, dadelijk moet ik natuurlijk. Dus ik ga een goede snelle tijd neer te zetten. Het ziet er pittig uit, hè? Ja, maar het gaat haar wel goed af. Dus ik hoop dat bij mij ook gaat gebeuren. Veel succes. Keurig meteen weer trekken. Anja is aan het bijkomen. Ga door. Grote ogen en een mond open. Langs de kant komen. Ja.
Yes. Anja! Het is eigenlijk veel zwaarder dan je denkt aan de kant. Ja. Ja, de strijd met het water. Van de zijkant lijkt het inderdaad allemaal zo makkelijk. De dikke mat met de glijbaan. Oh, kom daar maar eens bovenop. Daar is ze. Oei! Een baantje zwemmen. Als we de deelnemers mogen geloven, is dit het stuk waar ze kapot op gaan. We gaan gewoon door. Oh, en dan glijden we vanaf en dan moet je weer omhoog klimmen. Het liefste zou je even omdraaien en lekker op die mat gaan liggen, zonnetje erbij. Maar dat is hem niet vandaag. We wachten er vriendelijk op. Ja, wat een wedstrijd! Voorzichtig, bellen. Yes! Kapot. Ja, dat was super leuk. Dat was wel zwaar, zeg. Het is jammer dat het op tijd gaat, want anders is het gewoon echt een leuk parcours, hè? Ja, inderdaad. We zetten jullie tijd op het scorebord. Ik moet zeggen, die wedstrijd is toch wel zwaar, hoor. Want ook de koppel had het weer echt pittig. Je denkt even 4 minuten topsport, maar... Wel stoer, die dames. Topsport ook, hè? In de keuken, Henry. Ja. Met onze lam. Die lamsfilet had ik het straks over gehad. Die gaan we niet alleen bakken, maar die gaan we ook pocheren. Lekker sappig houden. Een mooi lamsbouillonnetje gemaakt van de botjes van het lam. Een paar uurtjes opgezet met groenten en alles erbij. Al die smaak zit nu in dat vocht. Dus we bakken die lamsfilet heel snel onder normaal. Daarna gaat het vocht erbij en op een heel laag tegen het pruttelen aan, zou ik maar zeggen. Maar dan een paar minuten in plaats van net als een stoofvlees waar een paar uur op moet staan. Om hem verder door te gaan in zijn eigen vocht als het ware. Aardappels hebben we afgemaakt. Het is een klein tonnetje geworden. Die we gevuld hebben met een ragout, de blokjes aardappel, geitenkaas, crème fraîche. En aan de onderkant. Zo snel, al klaar. Gebakken. Top sport, doorwerken. En Kira is druk bezig met de asperges. Kira zit nu in het laatste jaar, had ik begrepen. Ja, ik studeer horecaondernemer manager, het MFC in Eindhoven. Zit ik in mijn laatste jaar. Ik moet mijn ondernemingsplan ook inleveren en dan ben ik klaar met deze opleiding. Ik wil hierna misschien de Hoge Hotelschool gaan doen, maar verder wil ik me eerst even nog oriënteren op het horeca zelf. Kijken overal een beetje. Misschien dat ik naar het buitenland wil, om daar het hotelleven in te gaan. Ook weer een mooie ervaring. Dus het voor mij is allemaal nog een beetje... Maar heb je nog niet een uiteindelijk plan van daar wil ik eigenlijk naartoe over zoveel jaar? Over zoveel jaar, ja. Ik wil natuurlijk leidinggevende baan natuurlijk. Ik studeer niet voor niks. Nee. ja, ik wil baas worden. Ja. Ja, dat. En uiteindelijk als ik genoeg gespaard heb en hard gewerkt heb, zou ik toch wel mijn eigen zaak willen gaan doen. Oké. Maar ja, dat is allemaal nog een plan. Ambities. Dat is leuk, hè? Ja. Oké, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Want straks wel smullen, hè? Dat heb je wel in de gaten. Zit er dik in. Ja, helemaal goed. Een communicatieman in hart en nieren. Iemand die je door de jungle zal helpen van alles wat er met communicatie te maken heeft. Met reclame te maken heeft. Kortom, iemand die weet waar van de hoed en de rand. En zo iemand is Patrick Konijn. Ja. Patrick, je bent van een bedrijf met een hele mooie naam. Een extra PK. Dat klopt, ja. Ik zet een extra PK in als ik jou inschakel als ondernemer. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nou kom jij, zit al meer dan 30 jaar in het vak. Ja. En toch blijf je, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen, hedendaags mensen van de juiste adviezen geven. Op het gebied van marketing, op het gebied van verkopen, adviseren. Communicatie, ja. Met name. Waar ligt jouw specialiteit? Nou, zeg maar, mijn specialiteit is toch wel het ontwikkelen, conceptontwikkeling, vormgeving. Maar met name ook die realisatie, waar toch, ja, daar kun je wel rustig spreken van een jungle. En heel veel mensen die eigenlijk een onderneming gaan starten en eigenlijk geen idee hebben van... Ik heb toch als bedrijf een identiteit nodig. Ik ben toch een bedrijf. Dat moet toch een vormgeving aanhangen. Moet het een stropdas om of moet het een strik om? Ja, daar help ik die mensen bij. Op het moment dat staat, die identiteit, dan help ik ze ook in het realisatietraject. Maar in dat oerwoud van communicatiekanalen, is dat dan voor jou als ondernemer nog te zien wat een ander geadviseerd moet krijgen? Want er is zo'n hoop mogelijk. Nou. Als je vroeger zei, ik wil tv-reclame maken, zei Nederland 1, Nederland 2, klaar is Kees. Maar nu heb je honderden zenders. Nee, dat is heel goed mogelijk, want aan die kant zit ook heel veel expertise. En die mensen kunnen je toch wel heel, heel goed duidelijk maken van hoe je het beste je centjes kunt besteden. En hoe je het hoogste rendement uit die investering kunt halen. Dat geldt dus, maar dat geldt niet alleen voor televisie, dat geldt ook voor radio of print. Print. Ja, of tegenwoordig natuurlijk met name ook internet. Vaak is het natuurlijk een koppeling van allerlei media aan elkaar die eigenlijk...
de kracht, het is eigenlijk het bundelen van krachten van diverse media. Ja. Waar ben je nou in gespecialiseerd? Is het B2B, business to business, of is het ook of is het retail naar de consument toe? Ja, met name de consumentencommunicatie, zoals ik het noem. En met een mooi woord heet dat retail tegenwoordig. Dat is wel mijn specialiteit. Maar ja, je kunt het B2B niet helemaal loslaten. Vaak heeft het wel raakvlakken natuurlijk. Maar met name in de B2B doe ik eigenlijk heel veel identiteitsontwikkeling. Net wat ik zojuist zei, ja, het opzetten van... Ja, ik zie eigenlijk een met name een nieuw bedrijf of een bedrijf als een geboorte. Er ontstaat een nieuw... Wil je meteen al zorgen met goede geboortekaarten erbij? Want als je dat verkeerd neerzet, dan communiceer je ook iets verkeerds. En dan kan het best zijn dat de bepaalde intenties die je hebt met je bedrijf niet helemaal goed overkomen. En daarom is het zojuist zo belangrijk om met name vanaf het allereerste begin dat goed neer te zetten. Nou ben jij, zoals ze dat in reclamekringen, wat ze ooit noemen, de creatief. Mm-hmm, klopt. Je hebt altijd, je bent in een reclamebureau de zakelijke tak, je hebt de creatieve tak. Ja. Jij bent die creatief, je hebt het verleden jouw bureau ook veel groter geweest dan het nu is. Ja, absoluut. Maar ja, jij miste, je miste de creatieve kant. Ja, ergens komt er dan een keer een rem op. Op het moment dat het commerciële belang erg belangrijk wordt, dan ben je als creatief, word je wel afgeremd. En dan moet je op een gegeven moment zelf een beslissing nemen en zeggen van, ik wil toch creatief blijven. Ik wil toch mijn vak blijven uitoefenen. En daar heb ik voor gekozen. Wat is nou een echt extra PK-project? Waar kan jij je nou compleet in uitleven? Complete traject is eigenlijk van fabrikant naar klant. En alle schakels die daartussenin zitten, een grossier, een groothandel, groot winkelbedrijf. Als het uiteindelijk maar bij die consument terechtkomt. En daar zijn allerlei plannen voor te bedenken. Om dat op de juiste manier te doen en gestroomlijnd te doen. En kijk je dan door die ogen van de consument eigenlijk naar zo'n product, of hoe moet ik dat zien? Ook. Want ja, je hebt een product en het moet uiteindelijk aan die consument verkocht worden. Ja, en daar moet je op de een of andere manier een plan voor bedenken. Maar ja, goed, dat gebeurt op internet, maar dat gebeurt natuurlijk ook nog heel veel in gewone traditionele, als ik ze zo mag noemen, traditionele winkels. Want daar zie je een enorme verschuiving ontstaan. Hè? Gewone winkels en internet verkopen. Daar krijg je ook mee te maken. Dus dat is best eigenlijk complex. Dus jouw opdrachtgevers komen overal tegen? Ja, die komen overal tegen, ja. Okay. Ja, inderdaad. Hartelijk bedankt, heel veel succes met de extra PK. Want... Ja. We gaan even naar de reclame en daarna zijn we terug en gaan we het hebben over metaalrecycling en over mobiele surveillance op de industrieterreinen in Brabant. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Max ICT en ROC Eindhoven. Welkom terug bij het tweede deel van Brabant Business vanuit ons behagen in Strijbeek. En we nemen weer even een kijkje bij de groene asperges. De groene asperges, lekker aan het bakken. Een klein beetje olijfolie, een klein beetje gewone boter, peper en zout. En een heel klein beetje van de fond om een beetje stoom aan de gang te brengen om de garing verder te doen. Die lamsvlees liggen echt te pocheren. Kijk, je ziet hem heel rustig dampen. De temperatuur pocheren is ongeveer 80 graden. Niet te lang, want dan slaat de lamsvlees door. Maar zo'n minuutje of 5-6 als we ons gerecht moeten serveren zijn ze perfect. Mooi sappig van binnen nog. Sausje staat klaar en Kira gaat zo meteen de aardappels die we voorbereid hebben al. Dus ik kan straks thuis ook gewoon voor een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen we altijd. We mogen gewoon in de oven opgewarmd worden. We kunnen gewoon een dag van tevoren gemaakt worden, makkelijk, geen enkel probleem. En er komen wat lekkere lamsoortjes bij. Zulte groenten, ik heb er meer verteld, in de duinpannen. Laten ze onderlopen met zeewater, trekt in het plantje. Hele mooie smaak die erbij bij komt. Mooi gerechtje. Niks meer aan doen, Kira, of wel? Oké, nou. Het eerste beveiligingsbedrijf in Nederland dateert van 1902. En waren er in 1985 al een kleine 4300 van die bedrijven. Inmiddels zijn er dat al meer dan 27.000. Dat betekent dat je dan door alles nog maar de goede kunt ontdekken. En een van die goede zit vandaag aan tafel. Want er zijn er maar weinigen, Jon, die aanbevolen worden door de overheid om mee in zee te gaan. Jullie bedrijf, RV Security, is er daar één van, hè? Ja, klopt. De overheid is trots op jullie. Dat doen we ook ons uiterste best wel uiteraard. Ja, jullie opereren op dit moment vanuit Boksel, eigenlijk een jong gestart bedrijf, maar toch gaat het voortvarend. Ja, we zijn in 2004 zijn we gestart met het bedrijf, met allemaal een ruime ervaring in de beveiliging. Van origine zijn we eigenlijk een evenementenbedrijf,
werken gewoon landelijk op de grote evenementen, zoals een Gay Parade, een Zwarte Cross. Daar kom je ons tegen. Daar leveren we het totaalpakket. Ja. Dat wil zeggen van beveiliging tot EHBO, verkeersregelaars, brandwachten. Gewoon het complete pakket. Maar dan hebben jullie daar een nieuwe stap bij gezet. Dus niet meer alleen zeg maar, beveiliging van evenementen, maar jullie zijn ook industrieterreinen gaan beveiligen. Ja, we hebben in 2010 zijn we begonnen op het Laardonk. Maar je zit zelf met bedrijven ook op het Laardonk. Dus eigenlijk doe je nu de beveiliging in je achtertuin. We hebben een aantal zaken, zoals criminaliteit, op het bedrijventerrein zelf hebben terug kunnen brengen. We hebben daar te maken gekregen met een stuk videobewaking. Waardoor de auto's getraceerd konden worden met een vals kenteken of zonder kentekenplaten. Nou, dat is een samenwerking tussen politie, videomeldkamer en een mobiel surveillant. Nou, die combinatie die blijkt, die werpt nu op nu al zijn vrucht af. Waardoor we eigenlijk doorgestapt zijn naar meerdere industrieterreinen. Maar daar zitten jullie zelf niet op. Het is natuurlijk hartstikke mooi op je eigen industrieterrein. Dan ben je overal vlakbij, maar hoe ga je dat op die andere industrieterreinen doen? Kijk, we hebben permanent een wagen beschikbaar op het industrieterrein waar we te werk gesteld zijn. Op elk industrieterrein? Dus als we een industrieterrein in Schijndel zouden doen, dan gaan we daar met een auto gaan we daar te plaatsen. En die rijdt daar ook echt continu op het industrieterrein. Ja. Het voordeel daarvan is dat je geen lange aanrijdtijden hebt. Dat wil zeggen, als je vanuit Tilburg of vanuit Eindhoven naar Boksel moet komen, of naar Schijndel of naar Liemde, dan ben je gewoon 3 kwartier tot 1 uur onderweg. Ja. Niet te bedenken als je in de spits komt te zitten, dan duurt het nog veel langer. Dan krijg je het, zoals wij dat in vakterm noemen, de schaderapporteurs. Dan kom je eigenlijk al op het moment dat je te laat bent. Ja. Nou, dan heeft de hele surveillance heeft dan totaal geen zin. Doordat wij kort op het industrieterrein zitten, zijn wij veel sneller te plaatsen. En kunnen we de aanrijdtijden die de mensen beloofd worden, die komen wij ook na. En daardoor is het dan meteen een stuk veiliger. Ja, daardoor dring je ook, de mensen zie je. Dus het geeft de bedrijven die op het industrieterrein zitten, geven al een stuk vertrouwen. Ja. Van kijk, ze zien ons regelmatig langsrijden. Maar ze hebben ook op het moment dat het alarm afgaat, zien ze ook dat wij vrij snel te plaatsen zijn. Ja. En als iemand het bedrijf wil verlaten en je hebt geen prettig gevoel van, ik weet niet wat daar eigenlijk voor de deur loopt. Korte lijnen met de surveillant, die wordt gebeld. We komen te plaatsen en we gaan samen naar buiten. Oké, dus eigenlijk zijn jullie nog dat stapje ook nog voordat de politie daadwerkelijk komt? Ja. Kijk, met de politie hebben we hele korte lijnen. Dat is op het moment dat we bellen. Dan zijn ze er ook. Dan weten we ook zeker dat ze heel snel te plaatsen zijn. Okay. Dat is voor de surveillant. Dat is al heel knap. Ja. Ja, maar dat is voor de surveillant ook een stuk veiligheid. Oké. Okay. Ja. Goed, John. Bedankt voor je komst. En wilt u meer weten over het bedrijf van John of van het bedrijf van onze andere gasten? Kijk eens op onze website www.brabantbusiness.nl of volg ons op twitter.com/brabantbusiness. En Annemarie was deze week de gast bij een metaalrecyclingbedrijf. En kijk maar eens mee. Ik ga vandaag op bezoek bij de mannen van staal. Want ijzer is natuurlijk van oudsher een industrie die heel veel geld oplevert. Dus ik heb mijn achterklep volgeladen en eens kijken wat mijn handeltje kan gaan opleveren. Okay. Daar staan ze dan, de mannen van staal. Ah, Maarten. Dag Annemarie. Hi. Hi. Jurgen. Hallo. Welkom bij Verraak Metaal Recycling. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, jullie zijn van oudsher een familiebedrijf sinds 1916, dus dit jaar 95 jaar. Klopt. Jullie moeten toch ergens onderscheid in maken? Ja, absoluut. Wij zijn een regionaal bedrijf en wij onderscheiden ons op het MVO-vlak met name. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus belangrijk. Ja. Is dat überhaupt te doen in een ijzerindustrie? Absoluut, want wij houden ons de hele dag bezig met recyclen. Dus het omwerken van oude producten tot nieuwe producten. De voorbereiding daarvan met name. En daarnaast zijn we ons ook aan het certificeren voor de CO2-prestatieladder. Netjes. Waarbij we ook sociaal verantwoord met onze omgeving en producten aan de slag gaan. Goed om te horen. Ja. Niet alleen om te horen, maar ook om te zien. Dus het lijkt me leuk als Jurgen jou even rondleidt, zodat je kunt zien wat we allemaal doen en waar we ons mee bezighouden. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat mijn ijzerhandeltje nou gaat opleveren straks. Laten we dat eens gaan bekijken, Annemarie. Goed, ga ik met jou mee. Succes. Zijn wij radioactief of niet? Wij zijn op dit moment niet radioactief. Nee, wij mogen doorrijden. Wij mogen doorrijden achter naar de hal. Waarom wordt het getest?
om de radioactieve materialen die gaan binnenkomen vanuit klanten tegen te houden. Omdat als die achterin de materialen verwerkt worden, bij de staalfabrieken voor problemen kan geven voor de kwaliteit van het materiaal. Logisch. Doen jullie nou uitsluitend zaken met particulieren of juist met bedrijven? Nee, zowel bedrijven als particulieren zijn bij ons welkom. Maar wij focussen wel ons met name op de bedrijven en de industrie. En hoe werkt dat dan? We plaatsen in principe containers bij bedrijven voor de afvalstromen, metaalafvalstromen. Die worden gewisseld, de bakken, zodra ze vol zijn, krijgen we een telefoontje voor. Die komen hier op het terrein binnen, via de wegenbrug worden ze ingewogen. Dan rijdt men door hier eigenlijk naar het terrein achter. En door de mensen van de acceptatie wordt eigenlijk bepaald welke kwaliteit zij komen brengen. Als je hier zo op het terrein loopt, dan zie je meteen overal verschillende stapels. Betekent dat dat er goed gesorteerd wordt hier? Ja, dat begint eigenlijk al bij de inname. De jongens hebben door een jarenlange ervaring zicht op de kwaliteit die binnenkomt. Is dat te zien, ja, kwaliteit? Ja, dat is echt te zien. Okay. We kunnen dat bijvoorbeeld onderscheiden in schreddersgroot. Dat zie je achter in de hoek liggen. En dat zijn de materialen die bijvoorbeeld van Milieustraat afkomen. Er zit nog een stuk vervuiling aan. Denk met name aan een zonnescherm waar nog een stuk druk aan zit. Oh, ja. Of een koelkast bijvoorbeeld. En dan heb je een bepaalde kwaliteit, dat heet knipkwaliteit. Dat zijn die grote bergen die je hierachter ziet liggen. Die zijn eigenlijk te groot om te kunnen verwerken meteen naar de omsmelterijen. Ja? Dus die worden eerst door onze 800 tons pers kort geknipt. Okay. En dat wordt hier door de jongens weer geselecteerd op de kwaliteiten die je eigenlijk hier ziet liggen. We staan hier bij de weegschaal waar eigenlijk kleine zelfstandigen of particulieren met hun spullen aankomen. Mm-hmm. Hier wordt per soort bekeken wat zij inleveren. Wordt op de weegschaal gewogen, wordt keurig bonnetje van gemaakt. En daarmee kunnen mensen eigenlijk voor naar de kassa hun opbrengsten incasseren. En waar word ik nou het meest rijk van? Schoonkoper, wat je nu bij hebt. Ah, oh, nou, wat kassa dan? Lood. Ja, lood. Je ziet dat er ook weer verschillende kwaliteiten zijn met lood. Je hebt het volledige loodrolletje wat bij de loodgieter vandaan komt. Maar ook de loodproducten die mensen in hun huiskamer hebben staan voor de sier eigenlijk. Ja. Ja, nu begin ik het leuk te vinden, want ik heb hier nog een roestvrij stalen plaat. Nou, dan moeten we even kijken voor de kwaliteit. Ten eerste gaan we met de magneet even kijken of het... Nou, ik denk dat het weinig roestvrij staal is, maar dat het meer een andere soort is. Omdat de magneet, je ziet het, er goed aan blijft plakken. Oké, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, nee. We gaan met het röntgenapparaat gaan we kijken welke kwaliteit je kon brengen. Dit is ons röntgenapparaat. Dat scant echt tot in de tiende van kilo's gewoon wat er aan materiaal in het product zit. Oké. Op die manier worden we echt niet gefopt. Nee, dat... Maakt een hoop helder. Ja, dat maakt zeker een hoop duidelijk. En wat zit hierin? Nou, je ziet dat hij aangeeft dat het 83% ijzer is, 16% chroom. Vandaar de term dat dit chroomstaal is. Heeft niks meer met roestvrij staal te maken? Nee, kwaliteit die gewoon een stuk minder is als opbrengst dan roestvrij staal. Oké, nou draai jij maar lekker mijn bonnetje uit. Dan zullen we kijken wat we verdiend hebben vandaag. Ja, inderdaad. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, totaal toch €41,20 verdiend. Nou, met dit bonnetje kun je voor naar de kast en dan kun je bij Maarten kun je gaan incasseren. Oké, Jurgen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Zo, Annemarie, is het gelukt? Maarten, ja, het is gelukt. Ik heb jullie €41,20 verdiend en een gratis rondleiding erbij. Hartstikke mooi. Ik ga zorgen dat binnen 3 dagen overgemaakt is, staat op je rekening. Dat is netjes. Dan komt dat in orde. Mag ik jou hartstikke bedanken voor de leuke dag? Heel graag gedaan. Ik heb genoten van de gastvrijheid. Dankjewel. Okado. Leuk zeg, die mannen van staal. Nou, je hebt in ieder geval weer je best gedaan, Henry, hè? Altijd. Lamsfiletje, mooi rosé zoals je kunt zien. Niet doorgeslagen. Let op dat die lam niet te rood geserveerd wordt. Dat zie ik heel vaak in restaurants gebeuren. Echt zo'n vlezige massa nog in het midden. Mooi rosé doorgetrokken, even laten rusten. Groene asperges. Aardappeltje gevuld met geitenkaas, lamsoortjes. En een mooie dragonsaus. Ik hoop dat het jullie mag smaken. Daar gaan wij zeker van genieten. Dankjewel, Henry. En daar hoort natuurlijk een wijntje bij hier. Wat vervelend weer, hè? Daar hoort een wijntje bij, ja. Ik heb voor jullie een Argentijnse wijn meegenomen. Kijken, wordt van de Malbec druif gemaakt. Past goed bij de lamsfilet, omdat het een redelijk zware wijn is. En ook omdat er geitenkaas in het gerecht zit, zit er redelijk sterke smaak aan. Dus past daar goed bij. Oké, nou wij zullen wel weer kijken of de combinatie heel goed is. Goed, Brabant Business voor deze week zit erop. Bedankt jullie allemaal voor jullie komst. En meer informatie over alle onderwerpen, je weet het, op onze website www.brabantbusiness.nl. Of volg ons echt nog maar eens een keertje op twitter.com/brabantbusiness. Ja, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan hebben we het over loopbaanbegeleiding en outplacement. Alles voor het goede doel. We hebben een business dieet en een vakantiepark in Nederland. De moeite waard dus weer. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kamer van Koophandel Brabant, Maxi CT en ROC Eindhoven.